spel van Curaçao tegen Bolivia. Het was een heel goed spel. En Jeroen als keeper heeft ook een heel goed werk gedaan. Hoe is het verloop van het spel voor jou gegaan? Ja, ik denk dat we wel een goede wedstrijd hebben gespeeld. Alleen onszelf niet hebben beloond. We hebben heel veel kansen gehad. En ik denk als we beter uitspelen dat we gewoon meer hadden kunnen scoren. Maar ik denk dat we toch wel trots kunnen zijn hoe we hebben gespeeld. In het begin begonnen we heel goed. En op het einde werd het wat moeilijker, maar toch goede wedstrijd gespeeld, denk ik. Vinden jullie wel dat jullie goed hebben voorbereid voor het spel van vandaag? Ja, zeker. Er zijn al nieuwe jongens bijgekomen, dus het was even wennen. Maar dat iedereen gewoon hard heeft gewerkt en dat een goede wedstrijd gespeeld tegen Bolivia. En ja, nu naar de volgende. Natuurlijk staat Bolivia in een hogere ranking dan jullie, dus dit is een heel belangrijk spel voor jullie. Dus als we daarnaar kijken, ben je toch wel tevreden met hoe het spel is voor. Ja, zeker. Want we hadden gewoon kunnen winnen. Dus net op zich maakt het niet zo uit dat ze hoger dan ons staan. We hebben goed gespeeld. Wat eigenlijk moeten winnen, vind ik. Oké, en wat zijn de verwachtingen van het team van Curaçao met de kosten? Ja, dat we gewoon zo door blijven gaan en hoe we de laatste tijd bezig zijn. En steeds meer nieuwe jongens erbij halen en een sterk team bouwen. En als we zo doorgaan, dan kunnen we heel veel landen heel moeilijk maken. Nou, succes ermee en thanks voor een goed spel. Bedankt.